Ja, ik denk dat je er inderdaad, en dat tweede stukje dat je er aanhaalt, op een inhoudelijke manier aanwezig zijn, dat je dat op twee manieren kunt doorvertalen. Het eerste punt zal zijn dat we, denk ik, een klein beetje in marketing misschien zo wat back to basics moeten. Eigenlijk alle principes waar dat wij voor staan, die dat we uitdragen, dat is zeker niet nieuw of super vernieuwend. Dat is eigenlijk de basis van wat dat goede marketing zou moeten zijn. Dus ten volle informeren richting mensen die u vandaag misschien niet kennen of heel beperkt zich van u bewust zijn, om die dan te laten bewegen of doorstromen op termijn naar het mogelijk worden van klant. Dus ik denk dat alle principes dat je in vorige podcast hebt gehoord en in afleveringen die nog gaan komen, ja, dat die super belangrijk gaan zijn. Terdege uw klant kennen. Kwalitatief, kwantitatief, door de juiste messaging op afvuren, heel de ervaring op uw website of in heel uw communicatielijn, heel uw customer journey daar goed op afstemmen. Ik denk dat dat terug met stip op één op de agenda moet. En dan het tweede, dat is een klein beetje een doorvertaling ervan of een opportuniteit. Wat dat je nog wel heel relevant kunt doen, is als je diep inhoudelijke informatie brengt, bijvoorbeeld in videovorm, wat heel gemakkelijk massaal kan worden geconsumeerd. Er zijn nog wel heel wat kansen om op basis van bijvoorbeeld videoviews, en dat is een tactische tip, ja, dat weet ik, maar op basis van videoviews mensen te gaan capteren of ergens in een groep te gaan verzamelen om daar dan vervolgacties aan te koppelen. En dit is geen pleidooi om dan te zeggen, ja, we gaan video pushen om in uitgesteld relais meteen een commerciële actie te vragen. Maar heel dat gegeven, waar dat video zich perfect toe leent, het inhoudelijke, daar zijn nog wel remarketingkansen. Dat zal zeker ook niet tot in het oneindige blijven, maar dat is iets dat zeker de komende jaren niet gaat worden dichtgeschroefd. Dus op een inhoudelijke manier met video in de feeds aanwezig zijn, hyperrelevant, en zien dat zoveel mogelijk ten x is, of dat jij de meest relevante bent met je antwoord of met je informatie, dan zijn er nog wel video remarketing opportuniteiten. Dus ik denk dat die twee ook misschien ergens hand in hand gaan. Het is misschien niet 1 en 2, maar ik denk 1A en 1B. Dus meer focus op het inhoudelijke, het informeren en het op 80% ready to buy krijgen. En dan denk ik dat, ja, initiatieven zoals video daar uitermate voor geschikt zijn. Dus ik denk, als je daar nog niet mee bezig bent, moet je eens rustig beginnen kijken. Ja, kan dat ergens in op onze roadmap passen? Past dat ergens in ons verhaal, in ons marketingplan? Want dan zou ik je daar effectief vol de kaart van beginnen trekken. Naast natuurlijk wat jij zei, het opbouwen van je eigen database. Dat zou al jaren op de agenda moeten staan. Het is zeker niet te laat om daar vandaag nog niet mee te beginnen, als je daar nog niet op een mature manier mee zou bezig zijn. Maar die eigen database hebben en ergens naar de goede, degelijke, op inzicht gebaseerde marketing gaan, ja, dat gaat u wel kunnen redden of de nodige handvaten geven om het wegvallen van remarketing, wat altijd kan gebeuren, tools en tactieken en kanalen kunnen altijd wegvallen, om dat toch wel heel goed door te komen. Dus het is zeker niet verloren of een verloren strijd, maar je gaat je er wel op moeten voorbereiden dat er bepaalde opportuniteiten gaan verdwijnen. Ja, we gaan toch, dat is nu misschien stijf gesteld, maar we gaan toch moeten nadenken. We gaan toch moeten denken van, oké, maar Wie moeten wij eigenlijk bereiken en waarom en welk verhaal? Want dat is ook nog belangrijk in, natuurlijk. Want heel veel bedrijven pikken nu in op basis van remarketing data en op basis van intent data. Proberen zij campagnes te lanceren. Ja. Maar eigenlijk nu moeten we gaan nadenken van, maar wacht, wat is ons verhaal, ons lange termijn verhaal dat wij willen brengen? Wat is onze point of view dat we willen brengen in de markt? Dat onderscheidend is tegenover onze spelers vandaag. En hoe kunnen we dat consistent brengen? Hè? Die oefening. Ja. Die gaat elk bedrijf terug moeten doorgaan, hè, als hun campagnes op een andere manier. Je hebt het een tijd heel gemakkelijk in de ijskast kunnen steken, omdat, we hebben ooit eens gezegd, de 2% actieve zoekers, die daar heel dicht bij de conversie staan, ja, dat was een tijd zo gemakkelijk af te vangen, met tactieken en met targetings. Maar ja, als dat natuurlijk verwaterd of moeilijker gaat worden, of als je daar een klein beetje gehandboeid wordt in de mogelijkheden, ja, dan ga je automatisch terug. En eigenlijk is dat niet slecht, want daar is vandaag te weinig aandacht voor, denk ik, voor dat stuk. Dus we gaan ergens gedwongen worden om keuzes te maken die dat we eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, al langer moeten doen. Al langer moeten doen.